Dames en heren, jongens en meisjes, oh mijn god, de spanning is om te snijden. Zoals jullie weten heb ik deze fantastische video geüpload 3 weken geleden dat ik mijzelf ging inschrijven om een nieuwe ster van K3 te worden. Met een fantastisch nummer wat jullie allemaal heel leuk vonden. Zo leuk dat er 1, 2, 3, 4, gamekaasje bijna 1 miljoen keer, goed, 5, Oh ja, Ace had altijd een video over gemaakt omdat ik een grap maakte over Belgen. Dat Belgen niet grappig waren. Hij zag dat als fans richting Belgen. Dat dus een grap was. Ik maak dus een grap en dat vinden ze, zien zij dus af, of fans. Zij snappen niet dat dat een grap is. Dus dan klopt eigenlijk precies wat ik zo... Enfin, laten we doorgaan. Nou, het is heel vaak een re-upload. K2 zoek K3, Koen van Hees. Waarom re-upload je dit? Je hebt 800 views. Nee, 100k? 100k? Bro, dit is gewoon een paar honderd euro. Jezus, huip en ties, jongen. Hoop ik heb je een beetje samengepakt. Ik moet trouwens 1000 abonnees om hem samen te pakken. Mensen die commenten hier ook alsof ik dat ben. Maar ik ben dat helemaal niet. In ieder geval, mensen, abonneer mij nou hier beneden. Want we gaan hopelijk iets tofs meemaken. Ik kreeg net een bericht. Echt allemaal berichten van mensen. Van Koen, check dit wat Studio 100 heeft geplaatst op Instagram. Ze hebben het nou eerst geplaatst. Ongelooflijk. Ze geven zich maar liefst 22.690 kandidaten voor Klaasjaar plaats binnen K3. Nou, daar ben ik er dus één van. Alle inzendingen worden bekeken en de geselecteerden worden zo spoedig mogelijk gecontacteerd. In de story staat nu inschrijvingen update. Alle geselecteerden hebben vandaag een mail ontvangen met daarin de vraag om extra gegevens door te geven. Dus alle mensen die geselecteerd zijn, ik weet niet of ik geselecteerd ben, ik moet mail checken. Heel veel succes aan iedereen die geselecteerd is. Heb je vragen voor een formulier, swipe omhoog en check onze FAQ. Nou, dus absolute spanning en sensatie. Ben ik geselecteerd? De ja of de nee? Ik ga nu een mail checken. Ik ga mijn mail niet laten zien, want dan zien jullie al mijn mailtjes. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet handig. Maar ik ben nu aan het kijken of ik een mailtje heb van... Oh mijn god! Oh mijn god, Proficiat, je bent door de volgende van de selectie. Yes! Ja. Mensen, we hebben het gedaan. Ongelooflijk. Dit meen je niet. Dit is echt schitterend. Oh. Proficiat, jij schreef je in voor onze zoektocht naar de vervangst van Klaas bij K3 en mag door naar de volgende fase van de selectie. Yes! We vragen je opnieuw en gegevens in te vullen opdat we zo zeker over alle informatie... Ja, dit is waarschijnlijk iets Belgs. Die we nodig hebben voor de volgende stap. Niet je door bent naar de volgende fase, zou je hierover ten laatste eind april een bericht krijgen. Ik ben zeg maar door de selectie heen en nu met deze gegevens en dan eind april krijg ik een bericht. Ik heb geen flauw idee wat dit nu gaat betekenen, maar we gaan gewoon klikken en we gaan het gewoon zien. Oh, waardeer je privacy. Ja, dat is allemaal prima. Jezus, ik moet allemaal voor... Fotogene lichaam. Dit moeten we even aanpassen. Oh, stuurfoto's staan. Gert, weer heel raar. Dat jij allemaal 18 jaren vraagt. Stuurfoto's staan. Jezus, wat een vragen. Door inschrijving voor de zoek naar nieuw K3-lid draag ik elk kandidaat alle rechten over aan Studio 100 om beeld- en geluidsopname te realiseren. Deze opnames te gebruiken zonder beperking van plaats en tijd. Dit met alle middelen en alle formaten via alle toekomstige procedees. Nou jongen, ik teken hier straks mijn leven weg. Dat is niet te beschrijven. Maar mensen, ik ga het gewoon invullen. Geen gejank, hartstikke idee. Waarschijnlijk zijn er heel veel mensen hier gekozen. Nee, ik denk het niet. Ik denk echt 5. Nee jongen, ik ben niet Belgisch. Ik ben Nederlands. Nee, ik vind van Max. Waar je een K3-liedje zingt. Heb je kinderen? Ja. Ik heb voor nu mijn adres nog even niet serieus ingevuld. Telefoonnummer. Mensen, allemaal dit nummer even bellen. Dan gaan we allemaal even lekker bellen. En dan ben ik het niet. Een portretfoto. Oh, dan moet ik even een goede foto. A few moments later. Oké. Mijn selfie. Die gaan we nu even erin leveren. En ten tweede mijn foto's. Ik zal hem even fullscreen voor jullie doen. Dan kan je hem eventueel als achtergrond gebruiken als je wil. Alsjeblieft. Stuur foto staand. Goed. Wil je eerder deelgenomen aan audities voor K3? Nee. Deed je eerder mee aan een televisieprogramma in Vlaanderen of Nederland? Ja. Ja. Willem Wever, natuurlijk. Absoluut. Welk programma? Nou, Willem Wever. Heb je zangervaring? Ja. Welke zangervaring? Koen. Geen. Cartier, bankzitters, eenzaam. Heb je danservaring? Dit heb ik de vorige keer ook al ingevuld. Ja! Jongen, dat heb ik de vorige keer ook al ingevuld. Namelijk, bankzitters, gek op jou. Stapelgek op jou, stapelgek heet het trouwens. Stapelgek. Hoe groot ben je? Heel groot! Oh, enkel cijfers. 184. Wat doe je als job? Ik push die... Ponypacks. Nee. Ik verkoop mijn lichaam op Only. Nee. Dropshipper. Nee. Ik ben gewoon mezelf. Ja. Kinderen? Nee, heb ik geen idee. Wat is je huidige relatiestatus? Vrijgezel? In een relatie zeg ik liever niet. Wat zijn je hobby's? Taxen! Nee. Zingen? Dansen? Met vrienden afspreken? Koks? Nee. Kan je fulltime beschikbaar maken deze zomer? Nou, eigenlijk niet. Maar ik denk dat ik Nederland ik sowieso niet word toegepast. Dus ik ga voor ja. Klik hier om een video toe te voegen. Of sleep het bestand hierheen. Oké, dat moet ik dan even gaan maken. Oké, dit is het filmpje.
Gert, misschien heb ik je een beetje belachelijk gemaakt in de eerste video die ik heb gemaakt met mijn fantastische nummer. Waarschijnlijk zo goed dat ik daarom door ben. Maar ik moet echt bij K3. Laat mij er nou gewoon bij! Ik moet erin! Kinderen houden van me! Hahaha! Kies mij! Dat was dus het filmpje wat ik toe ga voegen. Wat even kijken, wat is het privacybeleid van Studio 100? Dat wil ik ook even weten. Hoe paas is dit? Oh, zie je, je wordt gewoon genakt. Je gaat meteen met een nieuwsbrief akkoord. Godverdomme. Ah, dit boeit in principe niet. Het gaat met name om dit zinnetje. Eerst hebben we elke inderdaad alle rechten over om beeldgeluidsopnames te realiseren en deze opnames. Oh, ze mogen dus beeldgeluidsopnames maken van mij en die opnames gebruiken zonder beperkingen. Als ik daar dus heen ga voor die live opnames en dan daar uiteraard gekozen wordt, dan mogen ze dat dus altijd gebruiken. Ja, dat vind ik op zich prima. Dat boeit me niet zoveel. Ik ga liever een film van 1 minuut uploaden waarin je een K3-liedje zingt. Trouwens, ik zit te denken. Veel gestelde vragen. Moet ik per se K3-liedje zingen in het filmpje dat ik ga uploaden voor mijn auditie? Aan de geselecteerde wordt gevraagd om een K3-nummer te zingen. Waarom? Waar slaat het om? Ik wil geen K3-nummer zingen. Ik heb mijn eigen nummer al. Kan ik in de jury zitten? Oh, ik mag in de jury? Ik moet in de jury! Luister, Gert, als je dit kijkt. En die kans is aanwezig. Of zoon van Gert als dit kijkt dan ook. Mocht ik nou op basis van mijn zangkwaliteit. Want die kans had ik zeer klein dat ik er niet doorheen kom. Maar mocht het nou niet gebeuren. Laat mij nou alsjeblieft in de jury. Ik verdien dat echt. Oké, mensen. Ik ga nu mijn stukje laten horen. Waarin ik een K3 lied zing. We hadden toch beter voor Oya Lele kunnen gaan. Maar goed, er komt die 10.000 luchtballonnen. Oké. 10.000 luchtballonnen kleuren de hemel blauw. 10.000 luchtballonnen zijn op weg naar jou. 10.000 luchtballonnen kleuren de horizon. 10.000 jaren oorlog zonder dat ooit iemand vond. Oh, oh, oh. Wat een mooi nummertje gemaakt. Helemaal niks mis mee. Is er nog iets wat we van jou moeten weten? Ik wil het worden. Ja, dat is iets wat ze absoluut van mij willen weten ook. Ja, nee, dit betekent dus... Ik heb het dus even gecheckt, mensen. Dit betekent dus inderdaad als zij opnames willen maken... Of opnames maken, dat ze die dan mogen gebruiken. Ik niet kan zeggen dat ik naar die live show ga en zeg van... Yo, ik ben Koen. En dan zegt naast het... Nee, jullie mogen dit niet uitzenden. Ja, daar ben ik het op zich wel mee eens. Oké. Tijd om mee in te schrijven. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken in deze video. Ik hou je uiteraard op de hoogte of ik nog verder kom in dit fantastische K3 verhaal. Deze jongensdroom die ik al heb sinds ik 3 ben en dat ik nu eindelijk kan. Gelukkig staat de IBAN van Studio 100 hier onderin. Kan je doneren? Wie heeft nou de IBAN onder deze wedstrijd staan? Heel raar. Mensen, steun mij in deze zoektocht. Volg mij op Instagram voor updates. Koen is mijn Instagram. Abonneer op mijn kanaal. Je wilt het niet missen. Like deze video. En wie weet worden wij het nieuwe gezicht van K-fucking-3. Mensen. Ik ben weg. Ik krijg ineens nog een mail van K3. Ik denk, ik ben het nu al geworden, maar nee. Rechtsetting. We stuurden jou zojuist een mail met daarin nieuws via selectie. Ik ben al steeds geselecteerd, maar het stond een fout in de mail. We spraken daarin over een vervangster. Maar zoals eerder vermeld, kon iedereen zich inschrijven. Hoe heb ik dit gemist? Verschrikkelijk! Onze excuses daarvoor. Excuses aanvaard. Dat wil je ook melden dat je tot met 1 maart hebt. Oké, dat wist wel. Oké. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest.